rijden is. U zag even dat gezicht. En de koningin zich laat informeren door David Meijer. Voor zover het nog nodig is. Want ze is een behoorlijke kenner van de schaatssport. Dat is bekend. De tweede rit. Een stuk interessanter ineens. Niet alleen omdat we nu vergelijking kunnen gaan maken. Maar met name omdat hier de grote verrassing van de 500 meter staat in de binnenbaan. Thomas Gustafsson. En hij heeft als directe tegenstander Rolf Falk Larsen. Falk Larsen moet 8/17 seconden goed maken op Gustafsson om hem in het klassement weer te benaderen. Maar kijk eens, Gustafsson gaat voortvarend van start. Ik ben benieuwd wat hij ervan terecht brengt. Hij kan het heel goed dit seizoen ook, heeft hij al een paar keer laten zien. 20-07. En op de eerste 200 meter pakt hij meteen al 16e seconde ten opzichte van Falk Larsen. Falk Larsen door de binnenbocht komend en ja, hij moet aanklampen bij Gustafsson. Hij mag hem niet laten gaan. Dat wil zeggen je eigen tempo rijden, maar je weet wat er op het spel staat. Je kent de verschillen en dus is het zaak om bij te blijven. 34-4 voor de ronde. 54-4 is 1/10 langzamer dan Jurkov in de vorige rit. U herkent in de slag van Gustafsson de slag van de steer. Zet dat af tegen het wat vinnigere, wat kortere slagenwerk van de Noor, Falk Larsen. Meer een vechtertje is. Gustafsson is de steer bij uitstek. Hij laat dat hier zien. Rondje 35 nu toch ook al voor hem. 1.29.4. 1/10 sneller nu dan Jurkov. Jurkov die in het klassement 11/14 seconden achterstand heeft op Gustafsson. Maar dat kunt u meteen weer vergeten, want dat zit er natuurlijk absoluut niet in. Gustafsson op weg naar de 1400 meter. Eens kijken of hij toch onder de 35 kan blijven. Ja, dat kan hij. 34-7. En een tussentijd van 2-0-4-1. Een halve seconde sneller nu dan Jurkov. En anderhalve seconde sneller ook dan zijn tegenstander Falk Larsen. Van wie men ook niet mocht verwachten dat hij sneller zou kunnen zijn dan Gustafsson op de 5000 meter. Vraag is alleen maar, kan Gustafsson dit schema volhouden? Ik denk het wel, want hij weet als geen ander wat hij doet als hij een 5000 meter rijdt natuurlijk. En weer mooi, 34-5, netjes, 34-8 trouwens voor Falk Larsen, ook niet slecht. En de 2.38.6 is 19e sneller dan Jurkov. Noorse coach Christiansen daar op de achtergrond. De Olympisch gouden medaillewinnaar op deze afstand van de laatst gehouden Olympische Spelen. 4 jaar geleden in Sarajevo. En hij wil graag meer goud straks in Calgary. Kijk, 34-4. Regelmaat is bijzonder goed. 3-13 blank. Anderhalve seconde nu bijna sneller dan Jurkov. En de onregelmatigheid is toch wat bij Falk Larsen, die er nu weer een rondje van dik 35 tussendoor gooit. Waar hij in de vorige ronde in de 34 zat. Maar dat is het patent van de echte steer. Regelmaat, regelmaat en nog eens regelmaat. We gaan naar de 2600 meter, terwijl Falk Larsen behoorlijk achter is geraakt. Kijk, weer 34-6, prachtig. 3.47.6. 2 seconden sneller dan Jurkov inmiddels. En kijk eens naar de achterstand die Falk Larsen oploopt. Die per ronde toch een seconde inlevert op Gustafsson nu. En dat zou zijn achterstand in het klassement alleen maar veel groter maken. Nee, deze Gustafsson is een man om in de gaten te houden. Hij bewijst het ook weer hier op die 5000 meter. Hij heeft natuurlijk een fantastische inspiratie gevonden in die overwinning op de 500 meter. En gaat nu naar de 3000 meter in weer 34-4.
En de 4.22 blank is 3 seconden sneller inmiddels dan Jurkov. En de rondetijden van Falk Larsen, ja, die gaan nu bijna naar de 36. Hij levert bijna 1,5 seconde in op deze ronde nu. Het is een beetje tegenvallend van de Noor. Maar het is toch een mooie schaatsrijder, die Thomas Gustafsson. Prachtige sportman, al jarenlang. Sieraad voor de schaatsport. Kijk eens, 34 blank. Hij versnelt nog. 4,56 rond. Dikke 4,5 seconden sneller nu al dan Jurkov. Mooi. Er zit geen enkel moment van verslapping in. Er zit geen enkele verstoring van de balans in. Prachtig. Thomas Gustafsson die hier schaatsles geeft aan Falk Larsen. Weer een rondje 34. Prachtig gedaan. 5.30.1. 5,5 seconden sneller nu al dan Jurkov. Kijk eens, Falk Larsen. 5.39. Hij is geklopt. Dik geklopt. En hij geeft 2,5 seconden toe op het schema van de Rus die de winnende tijden de eerste rit realiseerde. Tegenvallen voor de Nooren, waarvan het vooraf al gezegd werd dat de hele affaire met Crosby en Guljajev hen nogal uit hun geestelijke balans heeft gebracht. Maar dat geldt zeker niet voor Gustafsson, die met grote perfectie zijn rondjes blijft afleggen. 6.046 nu naar 4200 meter. Dat is nu al 8 seconden sneller dan Jurkov. Die in 7.25 eindigde. Gustafsson dus op weg naar 7.15 of misschien nog wel sneller. En de rondetijd van 36.6 voor Falk Larsen spreekt boekdelen. Hij heeft de mogelijkheden van zichzelf overschat. Hij gaat min of meer in elkaar. Gustafsson hoort het bij luiden na 6.38.4 in een rondje. Ja, ja. Kijk eventjes van 33.8. Je gaat naar een mooie eindtijd, hoor. Echt een mooie eindtijd. Gaat echt onder de 7.15 rijden. Dik. 36.3 inmiddels is de rondetijd voor Falk Larsen. Die achter Jurkov zal finishen in tijd. Kijk, eerste onregelmatigheidje in de rit van Gustafsson. Het allereerste in de laatste bocht. Hij bleef gelukkig op de been, corrigeerde dat goed. Heeft nog over voor een sprintje aan het eind. En hier is een mooie tijd. Jawel, 7.12.13. Dat is een zeg maar evenaring van het baanrecord dat met 7.12 precies op naam van Jacques Ory staat. Gustafsson levert een uitstekende prestatie af onder deze omstandigheden. En hier is de moegestreden Falk Larsen, 7.28.56. Daarmee is hij zelfs nog langzamer dan Berzin in de eerste rit. Maar dit is de grote man. Hij won de 500 meter, levert een mooie 5000 meter af. En zal nu moeten afwachten en toezien wat de concurrentie ervan terecht brengt. Puntentotalen van Gustafsson voor de meeschrijvers onder u 82-6-3-3. Falk Larsen 85-1-4-6.